Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studie met passie. En vandaag passie voor Route 55. En aangeschoven is Ellie Katseman. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, mooi. En dan Rini Buik. Rini, wat is eigenlijk een beetje de doelstelling van Route 55? Jo. Het is een fietstocht, heb ik begrepen. Ja, het is een fietstocht. In 5 fietstochten. Op 5 weken achter elkaar. En het is voor mensen lekker in beweging te blijven. Ja. En gezelligheid. Ja. En, zeker gezelligheid. En ja, je mag er kennis met allerlei mensen. Ja, en ook de natuur en de wegen. Hè? Ja. Licht eens even toe, welke dag van de week is het? De donderdag. De donderdag. En wanneer wordt er gestart? Welke datum? Ja, nou, dat is 5 juli. 5 juli. Ja, nu, 5 juli? Ja. En dan een week later 12, ja, 19, 26 en dan begin augustus. En Ellie, waar start de eerste? Nou, de eerste, dat ligt er aan degene die dus vooraf dus een boekje gekocht hebben. Ja. Die kunnen dus starten waar ze willen. Ja. Wij doen dus de route van West-Zeeuws-Vlaanderen. West-Zeeuws-Vlaanderen. En de startplaats, is de werkelijke startplaats, dat is in Breskens bij Kibiotaria. Kibiotaria, ja. Daar kan dus iedereen nog een boekje kopen. Ja, nou, ik heb er eentje van jou net gekregen. Ja. En dit is het boekje, Route 55. Daar staan dus die 5 data in. Ook de fietstochten staan er helemaal in. Ja. Hoeveel kost zo'n boekje? In de voorverkoop 3,50 en als je het koopt ter plaatse 4 euro. Nou, dan kun je het niet versukkelen. Dat is toch eigenlijk nou, heel weinig. 5 routes voor, zeg maar, pak maar 4 euro. Ja. Dat, ja, ik denk dat ik wel 50 weet, cent per route dan. Ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Dat is namelijk door de vrijwilligers. Ja, ook al. Dat zijn kost, wij, wat is jullie vrijwillige werk? Ellie, wat doe jij? Nou, ik zit dus nu bij de startopstalling daar in de Breskens. Maar vooraf, ja, er is heel veel werk is er om dus uit te zoeken welke stopplaatsen we zullen nemen. En of er bedrijven willen meedoen. Dus sommigen die hebben al bekendgemaakt dat ze dat best wel eens willen doen. Ja. Want het is natuurlijk een behoorlijk goede reclame ook voor het bedrijf zelf. En ze kunnen eventueel kleine producten gratis geven. Dat ligt er natuurlijk aan. Ja, ja. En laten zien wat het bedrijf betekent. En welke werkzaamheden er gebeuren en dergelijke. En musea en ja, eigenlijk natuur. Alles, ja, wat je maar kunt bedenken is gewoon een win-win situatie. Zeker weten, zeker weten. En hoeveel kilometer is het ongeveer, Rini? Nou, dat varieert van 30 tot 40 kilometer. En hoe laat mogen ze nou starten? Als ze aan de bordjes er staan, kunnen ze fietsen wanneer of ze willen. Oké, ik heb ook een bordje van jou gekregen en dat laat ik nu zien. Kijk, we moeten wel de goede kant op doen, hè? Dit is namelijk route 55. En als ze aan de andere kant op moeten, dan moet je dan draaien. Oké, ja, maar zo werkt dat. Dus de hele route is... Ja. Maar, nou heb ik net gelezen, en ik heb toch gehoord, dat jullie een jubileumjaar hebben. Hoeveel jaar bestaat het? 20 jaar. Dus de 20ste. En hoe lang ben jij er al bij, Rini? Nou, 12 jaar. Oké. En Ellie? Ja, ik doe nog maar officieel circa 3 jaar mee. En hoe is je bevinding? Oh, het is hartstikke goed. Hartstikke leuk, hè? Hartstikke leuk. En je ziet ook weer zelf nieuwe dingen die je kunt beleven. Ja. Maar die route 55 bochtjes, wanneer hangen jullie die op? De woensdag. Woensdagavond voor de donderdag. En worden ze dan nog een keer morgens gecontroleerd? Ja, tuurlijk, want anders vooral langs de kust nu. Ja. Ja, het is wel leuk zo'n bordje om mee te nemen. Ja. Maar 20 jaar iets organiseren. Wie zijn de organiseerde partijen? In Sluis is dat? Ja, Portos. Portos, ja. Portos Sluis, dat is dus een welzijnsafdeling van de gemeente Sluis, ja, begrijp ik. Ja. Dan in Terneuzen? AZ. En dan in Hulst? Hulst voor elkaar, hè? Ja. Voor elkaar. Ja. Ja. Nou, dat is uniek, denk ik, dat er 3 organisaties zo... En hoeveel mogen er meedoen? Zoveel aan de bordjes of nummers verkocht worden. Ja. Boekjes verkocht worden, ja, die kunnen allemaal meer heen. Ja, nou, ik heb al van veel mensen gehoord dat die zich voorbereid hebben om mee te doen. Echt wel. Zijn er nou ook veel elektrische ondersteunende fietsen bij, Ellie? Heel veel. Heel veel, hè? 80%. Ja. Echt waar? Zoveel? Ja, 80%. Ja. Maar ik vind af en toe dat ze wel hard gaan, hoor. Dan komen er soms veel te hard, hoor. Mensen van iets ouder als ik. Ja. Die komen met z'n drieën naast elkaar aangereden.
En ik sta natuurlijk ook wel eens een keer bij zo'n stopplaats. En ik vind dat ook leuk om te doen natuurlijk. Maar wat wordt er zoveel geserveerd aan eten, drinken, Ellie? Volgens mij lust jij het graag. Hoe bedoelt u? Nou, wat serveren ze dan? Nou, je kunt, er zijn overal waarschijnlijk wel terrasjes die open zijn. Dus je kunt gewoon daar drank bestellen wat je wilt. Ja. En dus ook iets hapjes. Ja. En sommige bedrijven die laten dus iets proeven. En dat is heel goed natuurlijk. Ja, ja, mooi. En zijn er ook veiligheidsmaatregelen? Ja, natuurlijk. Maar welke? Ja, dat is toch een beetje moeilijk. Het is toch voor één risico waar je mee fietst. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik gelezen. Dan kan je natuurlijk niet... Nee, maar het is wel zo dat de organisatie dat die behoorlijk wat op zijn nek haalt, toch? Ja, hè? Ja. Maar hebben jullie nog genoeg vrijwilligers nou? Of zouden we nog eens een keer een oproep doen? Dun. Daarvoor dun. Ja. De vrijwilligers worden dun. Ja, ze worden ook allemaal gemiddeld ouder. Ja, ja. En de jongeren hebben meestal geen tijd. Dat klopt. Maar het is echt heel gezellig, ja. Het is heel gezellig. En wil ik ook nog even melden dat er nu al sowieso 290 verkocht zijn in de gemeente Sluis-Portos. Ja. Dus dat is toch al heel wat. En even kijken, maar al 5 dan. 5 regio's, misschien die regio's nog meer dan ons. Ja. Dan komen sowieso minimaal 1500 of meer, hoor. Ja. Hey, en hoe is de samenwerking met Vlaanderen? Want ik heb ook gelezen dat er één tocht... Ja, de tweede. Als nee, dat. Ja. Ja. Dus als ik het goed begrijp, de eerste is in West-Vlaanderen. De tweede is in België. In België, Asseneden en zo. Asseneden, ja. En dan de derde is Terneuzen. Terneuzen en dan Hulst. En Hulst. Axel en dan Hulst. En dan Axel en dan Hulst. En dat is dan begin augustus, hè? Ja. Ja. En is er ook wel eens muziek onderweg en zo? Dat gebeurt, dat gebeurt, dat er altijd muziek onderweg is. Ja, ook bij die stopplaatsen. Bij de stopplaatsen, ja, zeker. Ja. Maar ik heb gelezen dat er SP op de kaarten staat en VSP. Startpunten. En wat is VSP dan? Verkooppunten. Oh, ja. Dan kun je dan een boekje kopen. Kun je ook een boekje kopen? Ja. Maar je kunt overal eten kopen? Ja, stopplaatsen. Nou, dat moet natuurlijk wel iets te verhapsnappen zijn. Ja, nou Rini, ik heb een keer in Koewacht gestaan. En het was de hele dag aan het regenen. Ja. Vertel, wat gaat er dan gebeurd? Ja, dan komen er minder fietsers. Ja. Dan komen er minder fietsen. Ja, dat klopt. Ja. En die komen met de fiets? Ja. Met de auto? Ja, dan komen ze met de auto. Dan zijn er die de rondje dan doen met de auto. Ja, maar dan hebben ze toch wel een risico, die mensen die plaats hebben om iets te serveren. Want ja, je voor 1500 mensen broodjes koopt. Ja, nou, ik zei ook altijd, als je stopplaatsen aanwijst en je komt daar, dan zeg je ook, als het mooi weer is, kunnen er veel komen, maar als het slecht weer is... Ja. Dan kan het wel eens tegenvallen. Oké, nou, ik heb heel veel waardering voor jullie, dat kun je merken. Hebben jullie nog een boodschap voor de kijkers van, dat willen wij nog even kwijt? Nou, iedereen... Kom fietsen. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Kom fietsen. Ja. Maar iedereen die moet wel de badge op hebben, hè? De button. Ja, ja, de button. Die gaan we even inzoomen, de button. Kijk. Dat is... Hoppakee. Ook een recht, Rini? Ja. Dus dit is de button. Die krijg je bij het boekje. Als je het boek koopt, zit het en die erbij. Spelt hij dan op, net als jullie. Ja, ja. Prachtig. Ja. En op het moment krijgen ze, als ze het boekje kopen, krijgen ze ook een tasje erbij. Tasje, ja. Oh, wacht even. Ja, een mooi tasje, zeg. Omdat het de 20e keer is. Ja. Dus dit is echt door de organisatie. Kijk, dan kunnen ze dan ook nog eens een knapzakje gebruiken. Hé, hey, wat is dit, joh? Dat zakje, dan kan je dat zakje insteken. Wat? Een zakje voor het zakje. Een zakje voor het zakje. Nou, zullen we daar maar mee laten dan? Nou, ik zie dat het echt heel goed georganiseerd is. Nou, complimenten voor de organisatie. En ik ga de kijkers bedanken voor hun toch een tijd dat ze hier weer naar gekeken hebben. Dus beste kijkers, dit was Route 55. Ik hoop dat u ervan geniet van deze uitzending. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ellie, dankjewel. Graag gedaan, Rini, succes met alles. Komt goed.